De Nationale Partij Suriname, NPS, bestaat vandaag 70 jaar. In verband hiermee heeft zij vanmorgen een krans gelegd bij het standbeeld van voormalig NPS-voorzitter Johan Adolf Bengel op het Onafhankelijkheidsplein. Onder de aanwezigen waren onder meer oud-president en voormalig NPS-voorzitter Ronald Venetiaan en de broer van Johan Adolf Bengel. Er werden kransen gelegd door de voorzitter en oud-voorzitter van de partij, door de jongerenraad en vertegenwoordigers van alle afdelingen in de districten. NPS-voorzitter Gregory Rusland gaf aan trots te zijn op de mijlpalen van de partij in de afgelopen 70 jaar. Volgens hem heeft de NPS een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. Was het zo dat een van de belangrijke accenten toen was de realisatie van zelfstandigheid? We hebben toen gehad het statuut. Maar uiteindelijk hebben we in 1975, onder leiding van de toenmalige voorzitter, de heer Henk Aron, de zelfstandigheid van Suriname kunnen realiseren, de onafhankelijkheid van Suriname kunnen realiseren. En ik denk dat ook dat een warm applaus waard is. Een van de belangrijke aspecten die bij die vergadering onder andere aan de orde is geweest het onderwijs. En ook wat dat stuk betreft, denk ik dat we als NPS'ers trots op mogen zijn. Dat wij ook daar onze bijdrage hebben geleverd. Onze bijdrage hebben geleverd in de ontwikkeling van het onderwijs inhoudelijk. Maar ook het onderwijs hebben gebracht naar alle districten, alle dorpen in het binnenland. Waardoor de Surinaamse mens, iedere Surinamer, de gelegenheid heeft gehad. En nog steeds heeft om zich te ontwikkelen als zij dat wil. Rusland zegt verder dat de NPS ook gezorgd heeft voor onder andere de woningbouw. Een van de zaken waarop de huidige regering kritiek op heeft geleverd. De NPS-voorzitter vindt het erg dat het land in deze situatie is beland en dat de huidige regering alleen praat over successen in het behalen van leningen. De successen van leningen, daar is het beleid op dit moment gebaseerd. Elke dag hoor je over een andere lening. Wij zullen, en bijna is het nu onvermijdbaar, weer terechtkomen in een situatie. En voor zover ik het kan volgen, maar natuurlijk heb ik het van een afstand gevolgd. Maar vanaf 2000 kon ik het van dichterbij volgen, vanuit de partij. En we hebben gezien dat na 4 jaar beleid van de NDP tussen 96 en 2000, het 10 jaar heeft gekost om het land weer op spoor te krijgen. In 2010 deden we het met de helft van de begroting wat de huidige regering ter beschikking heeft. En toch werden huizen gebouwd. En toch waren we elke week bezig met het installeren van nieuwe elektriciteits-, waterprojecten, asfaltprojecten, wegen die gebouwd werden, investeringen in het onderwijs. Overigens, een koers hebben we stabiel kunnen houden. 1 US dollars, 280 SRD. Bijna 10 jaar lang. Om direct na de regering van de NPS, onder leiding van president Venetiaan met partners, te vernemen dat de koers moest worden aangepast vanwege deskundige inzichten die naar hier overkwamen waaien. En intussen zijn we van 280 gevlogen naar 8 zoveel. Aldus Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname. De organisatie heeft vanmorgen in verband met het 70-jarig bestaan van de partij een krans gelegd bij het standbeeld van voormalig NPS-voorzitter Johan Adolf Bengel.